Isabella kent een rijke historie en is een voormalige kazerne uit 1917. Fort Isabella is een vestingwerk ten behoeve van de verdediging van de stad 's-Hertogenbosch, gelegen aan de noordkant van de huidige gemeente Vught. De naam van het fort is afkomstig van aartshertogin Isabella, hertogin van Brabant en dochter van de Spaanse koning Philips II in de 16e eeuw. De huidige kazerne werd in de jaren 10 van de 20e eeuw gebouwd. Vandaag de dag heeft het historische fort een nieuwe functie. Fort Isabella creëert op deze unieke locatie een kleinschalige samenleving waar betrokkenheid, energie en passie voorop staan. Een omgeving waar wonen, werken en recreatie samenkomen. Ik ben Olivier Koning en samen met Tjeerd Zaatrube hebben wij een nieuw plan voor deze prachtige locatie. Wat er zo prachtig is aan Fort Isabella is dat er nog veel terug te vinden is van de historie. De verschillende tijdlagen van Fort Isabella door de eeuwen heen. Voor mij is er de poort, een rijksmonument, waar achter de verbindingsweg naar Den Bosch, waar vroeger met 7 ophaalbruggen de stad verbonden was met dit fort als verdedigingspunt. Die bruggen zijn er niet meer, maar de route en de poort is er nog wel. De poort is natuurlijk van jongere datum, maar wat echt ouder is, is dit poortgebouw, wat het wachtgebouw was en wat de achteringang was van het fort. Waarbij hier aan weerszijden nog de restanten van de wallen te zien zijn. Achter de muziekkapel zien we het hoofdgebouw met de klokkentoren, waarvan de klok nog steeds luidt. En dat is een gebouw van 1917, net als het grootste deel van de gebouwen hier rondom. Verder zijn er in latere fases verschillende gebouwen bijgebouwd, allemaal van militaire architectuur. En uiteindelijk het meest jonge gebouw is een gymzaal uit 1970. Wat hier verder nog terug te vinden is, is de buitenring, die nu helemaal overgroeid is met bos. Die buitenring, dat is ook een rijksmonument met wallen en grachten. Die stammen uit ongeveer 1850, toen dit fort verder werd uitgebreid ter verdediging tegen de Belgen. Vanwege deze rijke historie en alles wat hier nog te voelen en te ervaren is, is dit natuurlijk een prachtig onderdeel van een van de schatten van Vught. Op dit moment zijn we bezig om dat naar een volgende fase te brengen, om dit duurzaam te herbestemmen, waarmee het dus mogelijk is om de gebouwen te behouden en de sfeer nog verder uit te breiden en een nieuwe toekomst te geven. Ik ben Tjeerd Zaatrube, ik sta hier voor het hoofdgebouw van Fort Isabella. En we staan hier op het prachtige terrein met de historie die zojuist door Olivier Koning is verteld. En wij hebben de eer om Fort Isabella naar een volgende toekomst te brengen, naar een volgende eeuw te brengen. Waarbij de historie uiteraard gerespecteerd wordt, maar wij een nieuwe tijd aan dit prachtige terrein gaan toevoegen. De samenleving die wij aan het creëren zijn gaat tussen wonen, werken, recreatie en educatie. Waarbij verschillende doelgroepen op het terrein actief zullen zijn en zullen wonen en zullen bezoeken. Onder andere 100 appartementen voor mensen van 55 plus. Een woongelegenheid voor 60 studenten jongeren. Wellicht met een studie die gekoppeld wordt aan de functies en de samenleving hier op het terrein. We zijn nu bezig met de fasering van de realisatie van al onze plannen. Zowel de ontwikkeling van de herontwikkeling van het terrein als het creëren van de samenleving. Het is zo dat we een bestemmingsplan daarvoor nodig hebben, een verandering van het bestemmingsplan. En we daarna bezig gaan met het realiseren, het ontwerpen van het definitieve plan. En we vanaf 2018 in een bouwfase terechtkomen waarin de verschillende panden zullen worden aangepakt, verbouwd, verduurzaamd zullen worden en ook enkele nieuwbouwpanden zullen worden gerealiseerd. Met al deze activiteiten, zowel in herontwikkeling als in de planvorming, is het fantastisch dat wij een van de schatten van Vught zijn en dat wij het een eer vinden om zo'n historisch terrein naar een volgende toekomst te brengen. Al 400 jaar is Fort Isabella zeker de moeite waard om te bezoeken. En nu ook op dit moment, zeker in het tijdelijk beheer, zien we dat de worstenbroodjesfabriek, de sportscholen, de kookstudio's, maar zeker ook de rondleidingen over het terrein, over 400 jaar historie en over het wielrijdersregiment, zijn de moeite waard.
Dus kijk op de website en kom ons bezoeken. En in de ontwikkelingen van het terrein naar de toekomst toe, van harte welkom. En wij zijn vereerd dat wij dit terrein mogen herontwikkelen en een nieuwe toekomst mogen geven. Waarbij het ook een van de schatten van Vught is. Dus daar zijn we zeer trots op. Een bezoek aan Vught begint hier. Bezoek Vught.nl